jaar geleden, dus het is oktober 2011, zeg maar, geconstateerd dat ik fibromyalgie heb. Nou blijkt achteraf dat ik het al vanaf 2000 de symptomen had. Mijn klachten zitten vooral in de spieren rondom mijn schouders, mijn nek en hoog in mijn rug. Dus ik heb moeite met staan, met lopen, met fietsen. Als het heel slecht is, zelfs met liggen helaas. Ik ben in een aantal ziekenhuizen telkens doorverwezen naar andere neurologen. Er zijn scans gemaakt van met name dan mijn rug en mijn nek. Toen kon ik niet, echt helemaal niet meer lopen. Dat was zo verschrikkelijk pijnlijk en ik viel telkens op de grond. Toen ben ik aan mijn rug geopereerd, een stenose operatie. En toen zijn er ook meteen twee hernia's weggehaald. Ik heb een knieprothese gekregen. Dus daar heb ik daarvoor natuurlijk ook al heel lang klachten van gehad, van die knie. En na de knieprothese kreeg ik eigenlijk fibromyalgie. En ik kreeg een hernia ook nog erbij. Begin met pijnklachten probeer je natuurlijk zo lang mogelijk door te werken. Dus je streept steeds meer wat sociale aspecten af. Dus het sporten, het bezoeken van vrienden, familie. Dat werd steeds minder op een gegeven moment. En op het laatste maanden voor ik hier kwam was ook het werken er niet meer bij. Als je helemaal op de bank zat om 5 uur of 6 uur dan gewoon in slaap vallen. Gewoon zo moe zijn. Ja, op een gegeven moment voelde het van ja, er klopt iets niet. Dit ben ik niet en ik ben niet lui en het is gewoon energie die gewoon uit me getrokken wordt en ik, het is iets anders. Ja, ik heb altijd heel, heel hard, heel intensief gewerkt tot mijn 55ste jaar eigenlijk eerder al. Ik had al een periode, zeg maar een jaar of 5, dat ik ongelooflijk veel pijn kreeg en veel last kreeg. Mijn handen verstijfden, RSI was toen het gevolg, dus ik heb op mijn verjaardag, op mijn 55ste verjaardag op de Kamer van Koophandel, heb ik me moeten laten uitschrijven. Toen was het echt helemaal over en uit. En, dat was ook de slechtste periode in mijn leven. Het is heel moeilijk naar buiten uit te leggen. Iemand die jou gewoon ziet in een kamer, die ziet niks aan je. Dus er is van de buitenkant niks mis met je. Vertel dan maar eens dat je na een uurtje niet meer kan zitten. Het begint bij de huisarts, met een bezoekje aan de huisarts meestal. De huisarts heeft me in eerste instantie doorgestuurd naar een fysiotherapeut. Na een aantal maanden wist deze eigenlijk niet meer wat hij voor de rest met mij aan moest, want de klachten bleven hetzelfde. Uiteindelijk zijn we naar het ziekenhuis gegaan voor foto's, MRI-scan, CT-scan. Die hebben uiteindelijk gezegd van nou, we willen dat je naar een revalidatiecentrum gaat, want we weten eigenlijk niet wat er met je aan de hand is en het is chronisch. Ik heb op internet gezocht en ik heb in het ziekenhuis waar ik werk op de revalidatie ook gewerkt. En toen hoorde ik wel van multidisciplinaire behandelingen. En toen dacht ik, hey, zou dat wat zijn voor mij? Ik heb overal altijd wel bij iedereen aangegeven, nou, ik heb dit maar, weet ik veel. En in de afgelopen jaren ook wel bij de fysiotherapeut gelopen, omdat alles hard was en vast zat. Maar ja, fysiotherapie of manueel therapie, dat hielp allemaal niet. En toen dacht ik, nou, ik doe het een keer anders. Ik ga me wel aanmelden voor de groep. En met het gevoel van, nou, hier is het hele pakketje. En hopen dat daar genoeg expertise bij is. Toen boden ze de pijnmanagementgroep aan. En nou, zo eigenlijk.